Ja, dus dat. Oh ja, wacht eventjes. Ja. Oh ja, even kijken. Hier ga ik toch even mijn tijd voor nemen. Even kijken. Ja. Jongen, 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 man. Echt. Hoe diep kan je zinken? Oh man, echt. Al maandenlang loop ik het duidelijk te maken dat een groepje mensen al heel lang bezig is aan het stoken. En na de videoboodschap van Video in Verzet van Sven over mij, wat maanden geleden, waarin er van alles beweerd werd, ben ik natuurlijk heel boos geworden. En heb ik terugreacties natuurlijk neergezet. En heb ik ook diverse gesprekken gehad. Maar nou komt het. Ik heb het vaker gehad over die privacygegevens. Vooral over de gegevens van mijn vriend. Wat doet Video in Verzet? Ze sturen een brief aan mij gericht naar het adres van mijn vriend. Dus niet aan mijn woonadres, waar ik ingeschreven sta in Den Haag. Ook niet aan het bedrijf wat ik heb in Den Haag, wat gewoon openbaar staat. Dat adres dat stond trouwens ook in dit brief van mijn bedrijf. Daar heb ik geen moeite mee, want dat is gewoon openbaar. Maar dat het gericht is, het adres van mijn vriend, waar ik woon daar niet hoor. Maar dit is dus precies deze doxing en deze manier van stalking. Is dus precies wat ik bedoel. Brieven sturen naar mensen in mijn omgeving. Ik weet hoe jij aan dit adres komt. En dit is al wat ik maanden geleden dus heb, waar ik het dus al over heb gehad, dat mensen, dit groepje slopers en ruziemakers, dus bezig zijn de boel aan het verzieken. Nou, dit is de brief. En dan zal ik eens even nog wat vertellen. Even kijken. Want deze brief is niet gestuurd door een jurist of door een advocaat of zo, hè. En er staat hier aan het einde van de brief, hier, dit, staat er. In duplicaat verzonden, gedeponeerd als archiefstuk, uitingen alsmede verspreiding van dit verzoekschriften, dus niet verzoekschrift, maar verzoekschriften, worden niet op prijs gesteld en als aanvulling opgevoerd in een toekomstige juridische rechtsgang. Dus er wordt mij hier dus ook gezegd dat ik niet over deze brief mag praten. Of hier iets over mag vertellen. Dat dus. En ik vind het helemaal niet erg als mensen mij brieven sturen gericht aan mij. Of ze dat nou aan mijn woonadres doen, wat afgeschermd staat. En. Maar dat iemand een brief stuurt naar mijn vriend. En ik heb dat al meerdere keren gezegd. Kom niet aan mijn vriend, want mijn vriend, dat is echt. Oh ja, wat stond er hier nog in? Het termijn voor deze rectificatie is 1 week na ontvangst van dit verzoekschrift. Met een uiterste van 12 augustus. Hierna wordt een juridisch traject gestart. Ja, eens even kijken mensen. Ten eerste moest ik er heel erg om lachen, want ik dacht dat het, toen ik de envelop kreeg en toen ik de brief opende, toen dacht ik eerst dat het zo'n reclame was of zo'n hotelbon, weet je, waar je dan een jaar lang tegen bepaalde korting in bepaalde hotels kan blijven. Want ja, ik zwerf een beetje rond in Nederland. Hè, omdat mijn vriendin, waar ik dus eigenlijk bij woon, die is ziek.
En die kan die Delta-variant niet aan. Dus ik overleef af en toe in hotels. Ik slaap bij mensen op de bank. Ik slaap bij mijn vriend. Maar toen keek ik goed naar deze brief. En daar zie ik dus gewoon het adres van mijn vriend staan, hè? Dat hij hier is binnengekomen op mijn adres. Dit is waar deze mensen al heel lang mee bezig zijn. Al maandenlang. En toevallig toen Sven die videoboodschap maakte, waarin hij dus beweert dat ik opgeroepen heb tot geweld, waarin hij dat beweert, hè. Die dag kwam ik net terug van het politiebureau. Dus ik was al heel lang in gesprek om ook te praten over de keutelclub en over dit hele gebeuren. En wonder boven wonder, de screenshots die eruit geprint zijn door de politie, dus ook over het pestgedrag, de bedreigingen, de intimidaties, maar ook de gesprekken waarin mensen met elkaar aan het communiceren zijn, waarin ze zeggen: ik weet waar zij woont, ik heb haar thuis afgezet. In die gesprekken zit Sven ook. En laat dat nou precies zijn dat die screenshots ik dus aan de politie heb gegeven. Ik heb heel duidelijk gezegd: ik doe aangifte tegen deze keutelclub. Ik ga niet de naam zeggen. Maar niet tegen de mensen die in de demonstratiewereld zitten of livestreamers. Want ik heb de politie niet nodig als bemiddelaar. Maar het is maar goed dat deze screenshots toen destijds al zijn uitgeprint en dat Sven met zijn naam en zijn profiel in deze gesprekken zit, in deze commentaren. En dat dus. En nu deze brief. Dat is het bewijs dat al deze intimidaties en deze pesterijen, waar ze dus mee bezig zijn geweest, of mijn adresgegevens, of dat nou achter de schermen of openbaar wordt gedeeld, deze brief is het bewijs. Dus, ik weet niet wat jullie van plan zijn, maar ik hoop dat het een heel goed plan is. En ik hoop dat je je zaken heel goed op orde hebt. En ja, daar staat dan ook weer zoiets bij van, er heeft er een kopie ervan gemaakt van verwijzing naar smaad en laster en zo en weet ik veel allemaal. Er is 100 keer uitgelegd waarom die namen op die lijst stonden toen ik bij de politie ben geweest. En mensen blijven het verdraaien. En die gaan zich druk maken omdat ze ergens op een lijst staan. Nou, ik denk Sven, jij hebt hiermee al die mensen die bij jou in dat groepje zitten, heb jij daarmee met deze brief in de problemen gebracht. Waarom? Omdat jij met al deze mensen al die tijd in gesprek bent over privégegevens van mij, over verhalen van mij. En jij bent degene die een brief heeft gestuurd naar het privéadres, naar het adres van mijn vriend nog wel. Deze mensen hebben dat niet gedaan, die met jou in dat groepje zitten. Miran heeft het niet gedaan, Kimmy Koekoek heeft het niet gedaan, Natasja van der Put heeft het niet gedaan, Richard Haring heeft het niet gedaan. Jij hebt het gedaan, maar jij hebt wel al die maanden met deze mensen in deze gesprekken gezeten. We hebben het over Sven van Video in Verzet, hè? En achter Video in Verzet zit dus ook Linette, zijn vriendin, en die Margreet, en ook die Roy. Stond ook daar op de pagina. Dus dit is het bewijs. Jij hebt nu het bewijs geleverd dat jullie, jouw groepje, al heel lang bezig is met mijn privégegevens van mensen in mijn persoonlijke omgeving. Dus jij hebt ook die mensen nu in de problemen gebracht, want deze mensen zijn nu deel ervan, van deze doxing die jij hebt gedaan. Ik zou zeggen,
Stel ten eerste een goede juridische brief op. Ik weet dat jij ook een beetje een buitenlands achtergrond hebt. Alleen is het half-half. Misschien is jouw Nederlands beter dan mijn Nederlands. Dat kan ik hier niet uitmaken in deze brief, in ieder geval. De taalfouten, of nee, geen taalfouten, grammaticale fouten. Er is een verschil tussen taalfouten en grammaticale fouten. Dus vandaar dat ik zoiets heb van, ja, ik weet dat deze brief niet van een jurist komt, anders had dat wel eronder gestaan. Of een advocaat, of wat dan ook. Dit, Sven, jij hebt echt jouw hele groepje hierin meegetrokken, hè, door dit te doen. Want al maandenlang ligt dit bewijs bij de politie. Al maandenlang, jongen. En nu al die mensen in dat groepje waar jij bij zit, die deel zijn van deze pesterijen of deze intimidaties. Aha, jij hebt die mensen in de problemen gebracht. Omdat jij nu deze brief gestuurd hebt naar mijn vriend. Je hebt hem aan mij gericht, maar je hebt hem gestuurd naar het adres van mijn vriend. Echt, dit is... ja, hoe triest. Triest is het. Maar nu hebben jullie het bewijs, mensen. En dan vooral het laatste zinnetje. Dat ik niet erover mag praten. Weet je wat? Ik zal het jullie eventjes hier laten zien. Zo. Gaan we het eens even laten zien. In duplicaat verzonden, gedeponeerd als archiefstuk. Uitingen als mede verspreiding van dit verzoekschriften worden niet op prijs gesteld en als aanvulling opgevoerd in een toekomstige juridische rechtsgang. Nou, volgens mij is het juridische procedure, maar goed, iedereen zijn eigen ding. Dus, nou, bij deze, Sven, je hebt weer een aanvulling op jouw juridische rechtsgang, niet juridische procedure, maar juridische rechtsgang. Ik mag er niet over praten, ik mag het ook niet delen. Nou, weet je wat, ik zal jouw brief, zal ik eventjes delen. Ja, aan heel veel mensen, overal, dan heb jij nog meer bewijs voor jouw rechtsgang. En nou, succes ermee. Ja, Patrick, nou, wc-papier doe ik niet, want ik ben milieuvriendelijk. Ja, dus, ja, het, ja... Oh ja, en hier komt dat er natuurlijk ook weer in voor. Oh ja, die gevangenisstraf. 2 jaar. En, oh ja, wij zijn in het bezit gekomen van diverse media waarin u dit doet. De bronnen van deze media zijn onder meer social media, Telegram, chat, dienst, WhatsApp, groepsgesprekken, verklaringen van organisaties gelieerd aan de demonstratieomgeving. Dus wat heb ik vandaag even gedaan? Ik heb vandaag eventjes opgebeld naar wat mensen van demobewegingen en demoorganisaties om ze te vragen van, zijn jullie misschien die mensen waarbij Sven, waar Sven het over heeft? Zijn jullie dat? Die mensen die weten van niks, die zeggen van, joh, weet je wat ik zou doen met die brief? Stuur het terug naar zijn adres. Als hij dat stuurt naar jouw vriend. Hier, return afzender. Oh ja. En derde partijen en natuurlijke personen welke direct of indirect informatie van u hebben verkregen. Deze zijn allen middels digitale gegevensdrager opgeslagen in duplicaat. Nou, oké, veel plezier. Dus wat het dan ook moet zijn. Doe je ding, zou ik zeggen. Ga je gang, begin een rechtszaak, neem een advocaat in de hand. En, maar dit is dus waar hij dus al die tijd mee bezig is. Het staat heel duidelijk, hè? Zijn handtekening staat hieronder. Dus het komt wel echt van hem. Maar in ieder geval, dit is dus waar hij dus al die tijd mee bezig is geweest. Al sinds vorig jaar, begin dit jaar, is hij bezig met mensen te benaderen, mensen opbellen, mensen vragen stellen over mij, waar ik werk, wat ik doe,
waar ik naartoe reis, wat ik daar dan ga doen. Daar is hij al een hele tijd mee bezig. En dat, daar is hij al mee bezig geweest toen ik nog een goed contact met hem. Dus wacht even, ik zal eventjes... Ik bedoel, nu we toch bezig zijn. Hè? Even kijken, ja, ik hoor eigenlijk bezig te zijn met Frankrijk, maar dat ben ik ook wel hoor. Zal eens even kijken. Zo. Ik heb Sven nog gewaarschuwd voor dat groepje waar hij in zit. Ik wou hem beschermen. En zoals je ziet, heb ik Sven nooit geblokkeerd. Ik heb hem nooit geblokkeerd. Nooit. Hij had al die tijd gewoon met mij contact kunnen opnemen. En wij hadden een goede gesprek. Ook met zijn vriendin Linette. Ook veel persoonlijke dingen uitgewisseld. En ik ben ook heel open geweest over Sven. Zoals ik zeg, ik heb hem zelfs foto's gestuurd van mijn dochter. Ja, als ik zo kijk terug naar dit... Naar de berichten tussen hem en mij en Linette, om maar zo te zeggen. Dan de laatste, een van de laatste berichten is dat ik nog heb gezegd tegen hem van Sven, ik hoop echt dat je niks te maken hebt met die keutelclub of met die man John Wick of die Johnny Rambo die al die rare video's maakt over mij en zo. En ik heb hem toen ook gewaarschuwd voor mevrouw Lammertsma, omdat ik niet wilde dat hij in de problemen kwam. Hè? Dus ik heb hem ook gezegd, ik hoop dat het contact gewoon vertrouwelijk is tussen Linette, jij en ik. Want echt Sven, ik zou mijn hele vertrouwen verliezen. Hier kan je dat zien, waar ik hem dat nog geschreven heb. En dat was 22 maart. En toen heb ik hem nog een ding gestuurd over een begrafenis. Ik zal eens even kijken, ik zal dat eventjes hier erbij pakken. Even kijken, zo. Ik zal eens even kijken. Oh nee, wacht, dat had ik aan Linette gestuurd. Linette. Even kijken. Even kijken, zo. Ja, dat ging toen over een begrafenis. Dus ik zal het eventjes terugkijken. Nou ja, of hij dat even voor mij kon vertalen. En toen kwam ik in april op Koningsdag. Er was dat bericht wat ik toen had gedeeld over de Marisoché. Over corruptie. En daar heeft hij toen op gereageerd. En toen reageerde Margaret daarop. Met andere woorden, wanneer ik niet eindelijk eens een keer oprot, of wanneer mijn visum of zo, hij had helemaal niks te maken met dat bericht. Maar nog steeds had ik bij dat bericht nog niet het gevoel dat deze mensen verkeerde intenties hadden of dat ze bezig waren met dingen uit aan het lokken. Nog steeds had ik dat gevoel niet. Ik heb gewoon zelfs nog heel erg naïef gereageerd. En... toen ik op Koningsdag kwam, een van de eerste keren dat ik mij weer liet zien in de demowereld Nederland, dat ik ging filmen daar, zagen ze mij en draaiden ze hun rug naar mij om en negeerden ze mij. En ik vond dat zo'n raar gedrag. Zo'n vreemd gedrag. Ik kon het niet plaatsen, dus ik ben gaan zoeken in mijn berichten en wat is er nou gebeurd? Hè? Op het Kroatisch bericht of Servisch bericht, wat ik vroeg aan hem of hij voor mij wilde vertalen, heeft hij niet eens antwoord gegeven. Het bericht over die Marisoché, dat was
midden april, maar dat was het enigste. Hij reageert nooit. Ik heb zelfs nog teruggereageerd op dat bericht van ook niet alle gewichtheffers zijn goed. Er zitten overal rotte appels tussen. Maar ik kon het niet plaatsen. En toen maakte hij deze videoboodschap over mij. Toen deed hij dat. Toen ben ik boos geworden. Want zoals ik zeg, hij stond niet op de blok. Hij heeft ergens toch geprobeerd dingen te blokkeren. De verbindingen tussen culturen, Oeigoeren, andere nationaliteiten en noem maar op. Ja. Dus. En dat ik toen ook uitspraken heb gezegd van jullie zijn dood voor mij. Ik ben blij dat ik die uitspraken toen destijds heb gezegd. Want als ik nu zie wat er binnengekomen is op het adres van mijn vriend, dan ben jij heel ver gegaan. Maar vergeet niet, jij hebt al deze mensen waar jij mee in samen zit, heb jij in de problemen gebracht. Want die gaan er nu ook in meegetrokken worden. Jullie zijn allemaal deel van deze gesprekken geweest op sociale media over mijn privacygegevens. En nu heb je dat bevestigd. Dus, ja. Ik heb het nog niet verteld aan mijn vriend, want ik weet niet hoe die gaat reageren. Ik weet niet hoe boos die gaat worden. Dus, ik hoop dat mijn vriend niet stiekem mee zit te kijken naar deze vlog. Want ik weet niet wat voor een oneenigheid ik thuis hier krijg mee. Want mijn vriend heeft altijd gezegd dat hij niks te maken wil hebben met deze hele demo-wereld. Niet met deze mensen. En vooral dat hij zijn privégegevens en zijn adres helemaal geheim of gewoon voor zichzelf wil houden. En ja, ik zit nu even terug te denken. Ik kan mij niet herinneren dat ik de adresgegevens van mijn vriend gedeeld heb met Sven. Ik kan het me echt niet herinneren. Nee. Ja, ze hebben mij een keer afgezet. En ik zo goed in vertrouwen, hè? Ze hebben mij afgezet toen wij terugkwamen van de Zwarte Pieten gebeuren. Jeetje mina zeg. Ben ik zo dom geweest? Heb ik het gewoon niet gezien dat dit al zo lang gaande is? Ben ik zo naïef geweest? Ja, maar ook al hebben ze me hier in de buurt afgezet, op deze brief staat duidelijk het hele adres, inclusief huisnummer, alles van mijn vriend. Ja, dat klopt, Jacqueline. Er heeft ook iemand mij afgezet. Maar nog steeds, verklaart dat niet het huisnummer, het volledige adres. Het is, ja, of in de straat, of in het, in de buurt, of wat het ook is.
Maar ik weet wel van wie hij dit gekregen heeft. Ik weet het wel. Want ik denk, als je echt dichtbij gaat zoeken, dan kom je wel uit op adressen, op gegevens van mij. Maar hoe kom jij in godsnaam aan de adresgegevens van mijn vriend? Weet je, ik ben zo blij, hè, nu ik dit allemaal zie, hè, dat ik al maanden geleden al bij de politie heb gezeten om over die keutelclub te praten, maar dat ik al die screenshots al heb uitgeprint. Want als ik nu, bijvoorbeeld na deze brief zou zeggen van ja, maar hij is al heel lang bezig en hij doet dit en hij doet dat. Ja, waarom heb je daar geen melding van gemaakt? Of waarom heb je daar nooit iets over laten zien? Nou, ik ben blij dat ik dat al maanden geleden heb gedaan. En ja, dat klopt. Ik denk dat al die onderzoek en al die vragen en die mensen die hij benaderd heeft, dat ervan uitgekomen is. Dus dat is alleen maar horen en wederhoor en horen zeggen, roddels. En natuurlijk de mensen die in dat clubje hebben gezeten. En natuurlijk ook de man waar ik vorig jaar misschien even een paar maanden mee gedate heeft. Die heeft natuurlijk ook zijn zinnen gezet op een paar dingen. Zijn nieuwe vriendin, die heeft natuurlijk ook een hekel aan buitenlanders. Mensen zoals mij. Dus het is allemaal heel logisch en het is allemaal heel verklaarbaar, hè? Dus, maar mensen, dit is het. En ik wil hier nog even wat anders bij vermelden, is dat deze mensen die dit doen met het adres van mijn vriend, en ook deze mensen in deze groep slopers, dit zijn de mensen die constant al die andere demo-organisators aanvallen. Dus die zeggen over mensen van Police for Freedom, over Michel Reininga, over de organisatie van de Worldwide Demo, over viruswaarheid. Deze groep mensen, deze mensen die mij deze brief hebben gestuurd op het adres van mijn vriend, die al maandenlang bezig zijn, deze mensen roepen dat over deze organisaties. Hoe sta jij er zelf in dan? Hoe zie jij er zelf uit? Maar het zijn wel deze mensen, hè, die dat dus constant gaan lopen roepen en lopen zeggen over andere demo-organisators. Ja, dat is controlled opposition. Ja, het is gefaciliteerd. Deze mensen zijn door en door slecht. Bla, 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 bla. Over elke demo-organisatie die meer dan 10.000 mensen trekt, die heel veel bekijks heeft, die zelfs internationale onafhankelijke media trekt, dat zijn deze mensen, die slopers, die zeggen over deze organisaties dat die controlled opposition zijn. En wie zit er achter die demo van 4 juli? Ik weet dat als ik daar te veel over ga openbaren, hier, dan is er iets aan de hand. Maar mensen achter de schermen weten wie er in de organisatie zaten van 4 juli. Hoe onschuldig ben jij als zogenaamde neutrale, onafhankelijke pers? Hoe neutraal en hoe onschuldig ben jij? Door daar te gaan filmen, waar mensen kapotgeslagen worden door de politie. Wie zat er in de organisatie van 4 juli? Denk daar maar eens goed over na. Dus, de laatste stuiptrekkingen.
Alles wordt eruit gefilterd. Is dit een reden voor mij om te gaan stoppen? Of om te gaan denken van, ik ga naar bed toe. Oh, ik lig hier helemaal wakker van of zo. Voor mij is deze brief is een bevestiging dat ik het mij allemaal niet heb ingebeeld. Dus ik begon af en toe aan mijzelf te twijfelen. Maar deze brief heeft mij geholpen en is een bevestiging dat ik niet gek ben en dat ik het mij niet heb ingebeeld. En dat ik geen interpretaties heb gehad, maar dat ik constant juist ben geweest over elk puntje. Alles wat ik geopenbaard heb, alles wat ik geëxposed heb, over elk persoon van deze groep stalkers en slopers en bedreigers en keutelclubjes en alles. Het klopt en deze brief heeft het bevestigd en ik ben hier. Er valt een rust, er valt er valt een hele grote last van mijn schouders af nu. Want nu kan ik gewoon verder gaan waar ik mee bezig ben. En hebben wij die afleiding niet nodig. Maar ik moest het gewoon even in beeld laten zien, omdat er uitdrukkelijk staat van dat ik er niks over mag zeggen. En dat als ik er iets over zeg of uitingen erover doe, dat dat nog meer juridische gevolgen kan hebben. Hè? Dus de mond snoeren. Dus ik moest dat eventjes, even treiteren. Oh ja, nog even wat anders. Ja, Brigitte, het is waarschijnlijk het is zo. De persoon die achter deze brief zit. En er zijn meer mensen die het weten. En het is na te gaan en er is bewijs voor. Er is bewijs van en bewijs voor. Dus ga jij jezelf maar eens even heel goed uitleggen waarom jij het zo leuk vindt om iets op te zetten, mensen in de val te lokken, zodat jij kan filmen van een afstandje hoe mensen kapotgeslagen worden. Terwijl jij uiteindelijk zelf in die organisatie zit. Echt, jongeman, hou op. In ieder geval, mensen. Ik moest nog de groeten doen van de vent. En ze zijn er nog steeds. Nog sterker als voorheen. En er is een goede verstandhouding en ik vind dat ook mooi hoe de defendgroepen zich sterk houden. Want die worden natuurlijk ook aangevallen door een partij groepje slopers. Hè, net zoals dat bijvoorbeeld doen bij de veteranen, bij de Police for Freedom, bij Viruswaarheid. Door al deze mensen. En ik heb over een paar dagen heb ik ook wat gesprekken gehad via de telefoon. En ik ben altijd heel trots geweest op de defendgroepen dat wij dit hebben hier in Nederland. En ik blijf daar trots op. Ik heb ook mijn dank uitgesproken aan de defendgroepen dat ze de onafhankelijke pers beschermd hebben. Want wat ik heb meegemaakt in Frankrijk vorig weekend, dat er op mij gericht wordt en dat ik gevolgd word met een wapen. Sorry, maar dan heb ik te maken met zo'n idioot die zo'n kutbrief stuurt, terwijl ik in Frankrijk met wapens te maken heb en met traaggasgranaten. En dan heb je te maken met dit soort idioten. Sorry, echt. Jonge man, ik heb te maken met hele andere dingen. Maar goed, hè? Snappen jullie nu waarom ik de defendgroepen dankbaar ben geweest? En waarom ik voor de camera alcohol heb gedronken, champagne nog wel. Om ze te bedanken dat ze de onafhankelijke pers hebben beschermd. Omdat ik weet wat er in Frankrijk gaande is.
Ik weet wat daar gebeurt. Ik weet dat er op ons geschoten gaat worden. Het is al gebeurd in het verleden, in het begin van de Gilets Jaunes. En ook later, tijdens de optochten van de gele hesjes. En er is één groep in Nederland die het voor de onafhankelijke media heeft opgenomen, die ons beschermd heeft. En dat zijn de defensiegroepen. En dat zullen wij, onafhankelijke journalisten, media, livestreamers, wat het ook is, wij zullen dat altijd in ons achterhoofd houden. En wij zullen altijd bij jullie in het krijt staan, bij de defensiegroepen. Dus hierbij maak ik dan ook even een hele duidelijke boodschap. Als ik in het krijt sta bij de defensiegroepen, dan is dat met alle liefde. Omdat ik weet, als ik als onafhankelijke pers ergens sta, moet je nagaan, hè. En er wordt op mij gericht, dan zijn het mensen van de defensiegroepen die voor de onafhankelijke pers springen. Waar hebben we dat? Waar hebben wij dat gehad in Nederland? Dat mensen voor jou springen. Ik ben vorig jaar voor de politie gesprongen. Omdat ik niet wilde dat er een bepaalde escalatie zou gaan plaatsvinden waarin wapens aan te pas komen tussen het volk en de politie. En de Defend heeft laten zien dat ze dat ook bereid zijn om hier te doen. Defend, hè? Dus verdediging. Hè? Ze zijn er en jullie krijgen de harte groeten. Hartelijke groeten van de Defend. Ook aan de andere afdelingen die mee zitten te kijken. Ze zijn nog steeds aanwezig. En ze zijn ook nooit weggegaan. En ze zijn heel sterk en heel goed georganiseerd. En dat weet ik. Zaterdag. Morgen ben ik er al. In Parijs ben ik al aan het livestreamen. En zaterdag ook. En we gaan zien wat het zaterdag wordt. En zo zal het de komende tijd blijven doorgaan. Ik zal blijven gaan en ik zal blijven livestreamen in het buitenland. Ik zal blijven verslag geven. Ik zal het politiegeweld in kaart blijven brengen. En zo'n kutbrief naar het adres van mijn vriend. Ik weet niet wat jij van plan bent in jouw leven, maar ga eventjes iets nuttigs doen met je leven. Je was altijd heel erg veel bezig met de boeren, nou blijf daar dan lekker. Of ga dan bij die andere demonstranten zitten, of weet ik veel. Of ga verder met onaangekondigde demo's organiseren. Ga in die zooi zitten, weet ik veel. Doe je ding, jongen, leef je uit. Ja, je hebt toch zoveel mensen achter je staan in de demo-wereld. Je hebt toch zoveel mensen daar achter je staan. Hè, je bent toch de Sven, de video in verzet. Het naampje zegt het al. Nou, verzet. Oké. Dat een duplicaat verzonden. Uitingen als mede verspreiding van dit verzoekschriften worden niet op prijs gesteld. En als aanvulling opgevoerd in de toekomstige juridische rechtsgang. Dus eigenlijk, Nita, jij mag niet praten over deze brief die ik naar jou persoonlijk gestuurd heb op het adres van je vriend. Jij mag niet praten, niet doen. Niet doen, zand in de zandbak gooien. Als jij daarover praat, oh, dan ga ik een juridische rechtsgang inzitten. Ah, joh, man. Oh, sorry, ik ben mij een beetje aan het...